100 miljoen euro voor startende ondernemingen. Directeuren willen creatief omgaan met schoolgebouwen. En Stadhuis is klaar voor de raadsvergadering carnavalesk. Belangrijk nieuws voor de stad. Eindhoven krijgt een speciaal fonds van 100 miljoen euro voor regionale techbedrijven. Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt in het Evelion. Erik van der Einde is een van de initiatiefnemers van het investeringsfonds DEC. Een fonds speciaal voor startende bedrijfjes, start-ups. Wat we willen doen is de start-ups presenteren aan een groot investeringspubliek. En de investeerders hebben een aantal opties. Of ze kunnen direct in een start-up investeren, of ze kunnen in een fonds investeren. Voor ons is het niet belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat die start-ups gewoon een basis krijgen om verder te groeien. Als ze dat doen middels een fonds, heel fraai. Als ze het direct doen, is het ook mooi. Als dat geld er maar komt dus eigenlijk. Precies, daar gaat het om. Burgemeester Van Gijzel wist al dat dit fonds 100 miljoen euro naar de regio zou brengen. Hij is dan ook apetrots. Het geld kunnen krijgen is vaak toch in de Nederlandse omstandigheid wel een lastig punt. In Amerika is dat een stuk makkelijker, zelfs in Duitsland is dat makkelijker. En wat de organisatoren hier natuurlijk gedaan hebben, en daar ben ik heel erg blij mee, is die twee werelden bij elkaar brengen. De financiële wereld en de ideeën, de wereld van de ideeën en de technologie. Een aantal van die start-ups liet vandaag in een korte presentatie zien wat ze doen. Een andere hele mooie is een isolatiemateriaal wat gemaakt is van rijstafval. Rijstafval, maar dan bewerkt volgens een bepaald procedé, krijgt ineens de eigenschappen van echt high-tech material. We hebben de metingen gedaan en het is ja ongelooflijk en mensen staan nog steeds eigenlijk vol verbazing te kijken naar de mogelijkheden van het product. Ook daarvan weten we dat die markt enorm groot is. Dus ja, er zijn gewoon echt een aantal hele fraaie producten hier te zien. Afgelopen week meldde de Financial Times dat de regio Eindhoven na Londen en Helsinki tot de regio's behoren waar je het beste in kunt investeren. Het is misschien wel het bewijs van wat de Financial Times afgelopen week op tafel legde. Dat als je wil investeren in de toekomst van de wereld, dat je dan toch ook in Eindhoven moet zijn.